Er is nieuwe muziek te promoten en daarom kruipt Danny Vera weer uit zijn schulp. Hij zat gisteravond in de talkshow van Eva Jinek om over zijn nieuwe werk te praten en vervolgens een liedje te zingen. De gastvrouw was blij om hem te zien, aangezien de zanger zich al een tijdje niet heeft vertoond in de media. Eva vraagt zich af waar Danny de afgelopen tijd is geweest. Ik heb het idee dat ik jou al heel lang niet heb gezien. Niet hier, maar ook überhaupt niet op TV. Waar heb je uitgehangen? Danny legt uit dat hij het fijn vindt om ook veel vrije tijd te hebben. Nou, ik heb een kind, een dochter, dus ik vind eigenlijk elke minuut die ik daarvan moet missen jammer. En daarnaast, ehhh. Ja, ik vond wel dat ik wel heel veel op televisie was. En dan zei ik al 80% nee. Eva, je was jezelf zat of? Danny, nou, nee. Het is meer gewoon, ik vind dat als je op televisie bent of zo, dan moet je wel wat te melden hebben of zo. Nu heb ik nieuwe muziek, dan vind ik het leuk en kan ik erover praten, maar om aan te schuiven en gewoon maar mijn mening over wat dingen te geven. Eva, dat doen heel veel mensen dagelijks. Danny, ja, maar dat vind ik moeilijk. Er zijn zoveel meningen. Ik snap wel programma's als dit. De wereld draait om meningen van iedereen. Ik denk alleen dat het soms gewoon beter is om je mening voor je te houden of zo of iets leuks te vertellen.